Dat goed. Werk nu. Dus, dag Nabi. Hallo. Welkom in Antwerpen. Dankjewel. Ja, je komt vandaag een workshop in Antwerpen geven voor 30 studenten. Mm-hmm. Kijk je er naar uit ja, om zeker. Te geven? En wat verwacht je van al deze slimme studenten? Ja, kijk er zeker naar uit, anders ga ik niet om 4:15 al mijn nest uit om hier op tijd te zijn. Wat ik verwacht van de studenten? Ja, voornamelijk gewoon enthousiasme en meedoen en vandaag eigenlijk gewoon proberen om een beetje buiten het normale pad te denken, te doen, te creëren. Gewoon vandaag hoeft het niet allemaal standaard grafieken te zijn, maar juist mag het juist een keer wat anders zijn om te kijken wat dat dan ook kan creëren en of dat weer tot nieuwe ideeën kan leiden. Mm-hmm. Maar voornamelijk enthousiasme en we zullen veel gaan schetsen. Dat zal wel lukken, denk ik, het enthousiasme. En ik had juist gehoord dat je gisteren van Brighton komt. Ja. Wat ben je daar gaan doen? Ja, ik zat de afgelopen 4 dagen in Brighton. Daar was de Reasons to conferentie. Dat gaat een beetje over creative coding. Dus dat het iets meer richting kunst gaat. Dus daar heb ik dingen gezien zoals generative art. Maar ook mensen met typografie of webtypografie. Of, mensen die met papier bezig zijn, gewoon heel erg met hun handen. En daar heb ik zelf ook een presentatie gegeven over het persoonlijke project dat ik afgelopen jaar heb gedaan samen met iemand anders. Data sketches. Dus welke lessen ik daar geleerd heb, dus dat stond ik woensdag mee te presenteren. Maar gelukkig mocht ik de andere dagen ook meekijken wat de andere mensen gedaan hadden. Ja. Een beetje genieten. Ja, inderdaad. En maandag staat er weer iets nieuws op het programma. Neem ik aan. De volgende week heb ik even nog een weekje thuis en daarna ga ik een week naar San Francisco om daar op de D3 Unconf te staan, ook een conferentie voor D3. Dus dat is 2 dagen, maar ik blijf gewoon, San Francisco is een beetje zonde om niet dat iets langer te blijven hangen, anders zit je meer in het vliegtuig dan dat je daar bent. Dus daar blijf ik nog een week om daar met vrienden te kijken waar zij werken en bij één klant langs te gaan. Nuttig aan het aangename koppelen. Inderdaad, ja.